Als we rollen, ja, dan gaat dat vaak over andere meiden. Ja, dan zeg ik van, hé, kijk, dat is een leuke meid. Ik heb veel vrienden over het freerunnen, meiden, school, soms niet veel, dagelijks leven een beetje denk ik. Als ik met mijn vrienden in een groep zit of zo, dan praat ik over voetbal, sporten, gamen en ja, eigenlijk zulke dingen wel. Tim, waar praten wij meestal over? Het ligt ook een beetje aan de situatie waar we zijn, maar ik hoop van alles. Als ik met vrienden ben ik meestal, ja, vrienden vinden ben ik meestal met ook parcours aan het praten ofzo, of nieuwe gyms, plekken waar we nog heen willen gaan, even denken, voor schoolvrienden, voor grappige dingen, zie je, het een beetje aan het kutten met iedereen en alles. We praten met sommige vrienden, praten over andere interesses, met andere mensen, sommigen over voetbal, maar anderen over skate of zoiets. Altijd. Als je gaat hier aan die fikse terras zitten, ga je de hele dag alleen maar lopen kijken. Altijd rollen. Soms. Ik heb ooit al een mening over mensen, maar ja, ik denk dat iedereen wel eens rollen. Ja, ik niet snel. Ik hoor wel van vrienden dat ze, ja, die en zo, maar niet heel veel eigenlijk. Ik rol niet vaak, nee. Daar ben ik niet echt van. Vroeger praten we wel over anderen, maar rollen niet echt vaak, nee. Als we rollen, ja, dan gaat dat vaak over andere meiden, weet ik veel. Niet echt over andere jongens, dat zeggen we gewoon in het gezicht. We gaan niet achter iemand terug om allemaal rare dingen te zeggen. Dat is een beetje kinderachtig. Soms heb ik gewoon kinderen bij mij in de klas zo die ik gewoon echt niet mag. En die gaan dan weer tegen mij praten, terwijl ze weten dat ik diegene niet mag. En dan is het gewoon van, ja, daar heb je hem weer. Over andere meiden of over andere jongens, maar gewoon, ja, net al toevallig langs loopt. Ja, dat doen meiden en jongens ook, dat is allemaal. Ja, meestal niet eens ergens of zo, maar als ik eens een keer iets ergens heb gehoord of zo, ergens, dan zeg ik wel tegen een vriend van, heb je gehoord van dingen? Zoiets. Ja, soms praat ik wel over meiden. Met mijn vrienden, want al mijn vrienden hebben eigenlijk bijna allemaal een vriendin. Alleen, ja, daar loop ik erbij. Als derde wiel eigenlijk. Ja, dan praat best vaak over meiden op zich. Stuur filmpjes door of zoiets en dat soort dingen. Ja. Meestal met de vrienden waar ik iets dichterbij mee ben, dan waar ik niet echt heel even vriend mee ben. Die vertel ik meestal het meeste over. Ja, eruit zien denk ik vooral. Wie me tegenkomen, of ze leuk zijn, weet ik veel. Over meisjes die dat op dat moment wel leuk vindt of zo. Ja, dan zeg ik van, hé, kijk, dat is een leuke meid. En dan, ja. Ja, waar meiden over praten, ik zal het niet weten, make-up. Wat ze in de avond gaan doen of dat ze uitgaan of thuis blijven. Ja, wat ik zelf vaak hoor, ja, conflicten tussen elkaar denk ik. Waar ik vaak hoor dan, wat denkt hij van mij of denkt hij van mij? Ja, meiden praten denk ik over, ja, wat zal het zijn, ook jongens denk ik. En ik denk wat ik net ook zei over een hobby, sport, weet ik veel. En wat ze in het weekend hebben gedaan met hun vriendinnen en zo. Ik denk sport die ze doen of zo. Of iets wat die dag is gebeurd of wat ze gaan doen, zoiets. Over make-up en over kleren en over vriendinnen en. Ik denk veel over veel meer bullshit dan jongens, dat denk ik gewoon. Ja, gewoon al die, weet ik niet, die kunnen zoveel zeuren. Dus ik denk dat ze heel veel klagen al. Ik denk dat die wel roddelen. Ik vind het best wel onbeschoft, ja. Ik vind het eigenlijk best wel raar, want je kan net zo goed positief over iemand praten. Of praat dan niemand als, of praat niet over hem of haar, zeg maar. Ja, dat hoort erbij. Ik doe het net zo goed, dus. Ja, iedereen roddelt wel eens een keertje, dus eigenlijk vind ik. Dat je, ja, je mag zeg maar wel roddelen, maar zeg maar niet te veel. Als het maar niet te veel is. Eerlijk gezegd snap ik het wel. Ik vind het niet heel erg of zo. Doe iets aan mij. Ja, als je verhalen heel erg worden omgedraaid, dan is dat een beetje raar. Dan klopt het niet meer. Maar ja, voor de rest roddelen we het ook wel een beetje bij. En als je bijvoorbeeld bij diegene gaat roddelen die dan wel kan horen, dat vind ik dan ook niet, zeg maar. Goed, maar als je één keertje roddelt of zo, dat vind ik wel kunnen. Typisch meidendingetje, dus ja. Ik ken geen wereld zonder meiden niet roddelen, dus ik maak me niet zo druk over eigenlijk. Nou meiden, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren en dan zie ik jullie volgende week weer.